mensen, ik ben Sam en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Skywars. Jongens, ik zit vandaag in Deep Skywars, helemaal alleen, forever alone, oh my god. Maar ik dacht van, hey, ik heb wel een keer zin in Team Skywars. Ik ben gewoon heel benieuwd, want we zitten met random mensen. Ik denk pittig veel Nederlanders, omdat de meeste Nederlanders hebben denk ik wel momenteel vakantie. Dus als jij vakantie hebt, shout-out naar jou, super chillax. Wat ga je in de vakantie doen? Laat maar even weten in de reacties beneden. Ik zou zeggen, klik ook meteen op dat blauwe duimpje omhoog. Ik kan het niet dat blauwe duimpje laten zien. Nu kan ik het doen. Ja, yeah, there we go. Want ik moest heel snel de items eruit halen. Voordat mijn teammaten al de items eruit halen. Wat uiteindelijk niet zo super erg is. Want ik bedoel, het is je team. En ja, bladibladibla. Alleen, het is natuurlijk wel gewoon chill om zelf al gear te hebben. Deze is ook al gloed. Waar kan je ook weer naar beneden? Oh ja, hier. Nice. Oh, iedereen is letterlijk al naar beneden gegaan. Ik heb een pickaxe. Dus dat is super chill. Want dan kan ik even diamonds hakken. Ik hoef zelf geen sterk zwaard. Ik moet gewoon gear fixen. Dus dat is zelf dus super erg. Hoppakee, let's grab all the stufferino's. Hoppakee, super veel arrows hier. Eten. Eten is heel erg belangrijk, jongens. Je denkt waarschijnlijk van, ha, nou, eten. Heb je dat nou echt nodig in Skywars? Ga je daar maar echt winnen? Ja, geloof me. Als je eten hebt, genoeg eten in ieder geval, dan kom je zo ver. Damn, want als jij zometeen gaat aanvallen en je hebt geen eten meer, dan kom je in de problemen. We zitten met 40 mensen, jongens. Damn, dat is wel echt heel erg gaaf, though. Zit er iemand in die je kent? Let me know. Ik ben heel erg benieuwd. Wauw, een iron sword. Holy damn, deze is sterk. Hier, dude. Take that. Dat is on the house. Dat krijg je gewoon van mij. Hoppakee. Oh, er wordt iemand gekild. Not sure hoe waar dat vandaan kwam, maar oké. Okay. Sure, whatever. Laten we weer naar boven gaan. Ik neem nog even wat kooltjes mee. Oh, een blok of kool is echt 10 keer beter natuurlijk. Hoppakee. There we flipping go. En dan moet ik ook nog. En dat is het nare er altijd aan. Daarom vind ik eigenlijk Team Skywars zo vervelend. We moeten een furnace maken. En in die furnace kan iedereen kijken. En dat is vervelend. Ja, je wilt je eigen gear natuurlijk fixen. En als iedereen je loot kan pakken, is... Ik weet niet wat dat was. Maar dan is dat best wel heel erg vervelend. You know. En vooral als we geen crafting bench hebben. Heeft iemand een crafting bench? Oh, wow, iemand gaat meteen naar het midden. Iemand denkt echt van, hey Jat, fuck this shit. Wij gaan gewoon meteen naar het midden. Wat een goede instelling is. Want dat moeten we ook doen natuurlijk. En ik moet hem ook achtervolgen meteen. Maar eerst wil ik even dit aanzetten. En dat is nog even wat chillaxer. Dus we maken een crafting bench. Bam. Hij heeft net ook een crafting bench gemaakt. Maar zo gaat het altijd, jongen. Zo gaat het al fucking tijd. Dan, wat ik nu ga doen. Ik zet hier mijn furnace neer. Bam, bam. Ik doe dat, zodat niemand echt mijn furnace kan zien, right? Tenzij je er toevallig langs loopt. Dan kan het wel. Ik heb een chest nodig. Maar dan heb ik niet genoeg. Heeft iemand één dia? Of één dia? Ik weet, ik heb één diamond nodig. Eén diamond en dan ben ik good to go, you know? Dan ben ik good to go. We zijn in het midden, dus dat is super chill. Ik ben een nepper blijkbaar, jongens. Feels bad, man. Laat ik dan maar een helmet gaan maken. En that's it. Ik ga alleen een helmet maken. Woep. En dan ga ik zo meteen ook... Zal ik iron gaan fixen dan? Ik denk dat ik iron moet fixen. Ik zit trouwens... Oh my god. Ik moet nu eigenlijk direct naar het midden. You know. Ik denk dat ik serieus meteen naar het midden moet. Want we zijn hier met z'n drie en daar zijn hun twee. Dus ik ga naar het midden. Ja. Let's go. Wij gaan naar het midden, boys. We gaan naar het midden, want mijn team, hun komen eraan. Dus wij willen nu echt zo snel mogelijk juist naar het midden. Want we hoeven helemaal niks te vinden. We moeten niet eens hier op het eiland blijven. Dus ik ren super snel naar het midden. Oh, dat zijn enemies. Oh, wow, dat zijn enemies. Dat wist ik niet eens. Dat wordt lastig, want hij heeft wel heel veel diamonds. There we go. Maar we kunnen hem waarschijnlijk wel clearen. Wow, hij blijft stilstaan. Oh, ik heb hem gekilled. Oh, dat was een easy kill. Waar is mijn team? Team, komen jullie, volgen jullie me? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze gewoon blijven chillaxen. Daar zijn er ook weer twee enemies. Dus dit is pittig lastig, jongens. Dit kan pittig gevaarlijk ook worden. Hoppakee. Laten we hier alle loot gaan fixen. There we go. Oké, dat is wat ik nodig moet hebben. Dat is super chill. En een boog. Nog meer boog. Dat hebben we ook niet nodig. Slimeball. Een diamond sword. Niet echt super erg nodig. Hoppakee. There we go.
Hoppakee, weer een kill. Nice, nice, nice. Ik ben de beste, you know. De beste in fucking Skyward. Nee, grapje, dat ben ik niet. Oeh, ik zie daar Diamond Pants. Dat is wel heel chill om te hebben, right? Meem, meem. En dan zie je dat net iemand achter me komt en die probeert me te killen. Heeft hij nog iets van Diamond? Nou, hij heeft helemaal niks chills meer. Zit hier beneden nog wat chills in? Een appel. Alright, dat dacht ik al. Want ik heb een appel nodig. Want dan moeten we al gold meenemen. Want dat is natuurlijk super chill als je super veel gold hebt. Bam, laten we dat maar even fixen. En dan moeten we een appel hebben. En als het goed is, zit hier wel nog één iemand beneden. Die equippen we ook. Ik hoor nog niemand aankomen, dus dat is chill. Oh, lava bucket is ook echt super gunstig natuurlijk. Even snel om me heen kijken. Nope, er is nog steeds helemaal niemand. There we go, 6 appels. Oké, jongens. We gaan naar boven. We gaan naar boven. Hopen dat we nog wat gold kunnen fixen. Dat zal natuurlijk super fijn zijn. Not sure of mij dat gaat lukken. Of ik nog meer gold kan fixen. Ik weet dat daar nog een goldblok onder zat, jongens. Dat weet ik. Maar die ga ik zelf niet pakken. Goddammit. Dit wordt heel erg vervelend. Maar ik moet helemaal naar boven. Want dat is het chillzone. Dan kan ik mensen neerschieten. Oh, kijk. We hebben hier zelfs gewoon een crafting bench. En chillax, you know. Dat is best wel heel relaxed. Best wel heel erg relaxed. Ik weet dat hier nog een enemy zit. Ik weet dat hier nog één dude zit. Dus daar moeten we ook voor oppassen. Maar we staan er best wel goed voor. We hebben best wel veel gear. We hebben lava bucket. We hebben een superstack zwaard. We hebben veel gear. Ik bedoel, we zijn bijna full diamonds. Dat is wel goed. Laten we gewoon helemaal naar boven gaan. Ik ben best wel bang dat er... Ja, zie je, er staat daar iemand boven nog. Er is inderdaad iemand boven. En hij staat waarschijnlijk te shiften. Hij wil me waarschijnlijk ook heel graag killen, natuurlijk. Dus misschien moet ik wel via die kant. Not sure. Maar dat ga ik niet doen. Ik blijf gewoon shiften en ik ga omhoog. Ja, hij staat daar. Hij staat daar. Hij is nog eentje omhoog gegaan. Damn, jongens. Dit wordt lastig. Dit wordt lastig. Maar we gaan het proberen. Oeh, een chest hier zo. What the hell? Wow, arrows en vis. Dat is wel nice. Dat is best wel heel erg goed. Oké, we zijn er bijna. We zijn bijna bij hem. Wat nou als ik hem naar beneden kan laten vallen? Via onder. Shit, hij staat naar boven. Shit, heeft hij me gezien? I'm not sure, guys. I am niet sure. Ik ben best wel bang. Weet je dat? There we go. Wow, hij dacht echt van, ik heb heel veel gold. Laat ik al het gold maar gaan pakken. Bam. Dedicated oh shit, waarom doe ik dit? Goddammit. Ik wil al dat gold pakken, jongens. Dan kunnen we golden apples gaan maken. Ik bedoel, we staan nu helemaal boven. Swiftness hebben we niet nodig. There we go. Dat is wat ik wil zien, jongens. Dit is wat ik wil hebben. Super chill. Zoveel chestplates. Ja, dude, die dude gaat ervoor voor de chestplates, jongen. Hij wil de chestplates hebben. Maar jongens, check wat ik nu kan maken. Oh my god. Bam. 2 golden notch apples, bitches. Dat is echt super, 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 super OP. En hij is zelfs een enchanted. Oh my god. Dit is echt serieus jackpot. Ik weet dat ik ooit een keer eens jackpot in Eggwars heb gehad. Maar nu heb ik gewoon flipping jackpot in Skywars. Yeah. In mijn eentje ook nog. Wauw. Well, dat is ook een achievement in je eentje. Dit kan ik er allemaal afgooien. Zo meteen moet ik wel tegen teams. Dat wel moeilijk gaat worden. Hé, hey, maar dat wordt wel leuk. Ik moest mijn lapis lazuli trouwens niet weggooien. Dat heb ik gedaan. En er komt iemand aan. Het rekt. There we go. Dat was ook een easy kill. Hoppakee. Ja, 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 ja. Gewoon lekker lava hier gooien. En dan kunnen ze ook helemaal niet naar boven komen. Dat is echt een hele, hele, hele chille tactiek. Ik gooi nu trouwens wel alles naar beneden. Maar is dat wel slim? Maakt dat uit? Het maakt eigenlijk wel uit, hè. Het maakt eigenlijk wel een beetje uit. Goddammit. Ik moet eigenlijk al die items niet naar beneden. Ik moet het gewoon hier gooien. Maar ik kan niet enchanten, wat vervelend is. Ik moet wel mijn diamond pants aan doen. Dat is wel handig. Voor de rest, nee, ik kan niet enchanten. Ik kan misschien met... Nee, 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 nee. Ik kan helemaal niks.
Hoeveel mensen... Ik ben in eentje van mijn team. Team 3 en 7. We hebben nog 2 mensen over. Daar zie ik eentje random dude lopen. En daar zijn we met z'n tweeën. Vinden we er nog eentje? Want we zien er nu 1, 2, 3. En ik ben 4 natuurlijk. Dan is er ergens nog een random 1 dude. Oh, er zijn er hier 2. Er zijn er hier 2 en er zijn er daar 2. Oké, ja. Oh, er valt er nu net eentje vanaf. Oké, nice. Ik blijf hier gewoon boven. Ik kan naar beneden. Ik heb een golden notch apple. Come on, dude. Ik heb een golden fucking notch apple. Let's fucking go, bitches. Bam. We gaan die dude gaan we ownen. We gaan hem killen. Ik heb niet eens een golden notch nodig, hè? Jongen, ik own je zwaar. Kijk hoe pussy hij is. Holy shit, hij is pussy. Damn. Dat is wel het slimste wat hij kan doen natuurlijk. Gewoon wegrennen. Maar do I care? I do not care. Heeft hij ook een golden notch? Ik denk het wel. Even kijken, ik heb nog 10 generation. Ik kan hem niet eens hitten. Hoe de fuck is dit mogelijk? Ik kan hem niet eens hitten. Wauw. Ja, hij rent nu ook al weg. Hij denkt ook al fuck it. Hij denkt van fuck it. There we go. Oh, ik hit hem. Maar hij viel er niet vanaf. Dat is lame. Dat is heel erg lame. Ik ben heel erg slecht bezig, jongens. Ik ben niet zo super goed bezig, nee. God damn it. Laat ik deze dude maar gaan ownen. Ja, dude, ik kan ook gewoon blokken weghalen, jongen. Ook gewoon onder je. We gaan spleven, I guess. We gaan spleven. Oké, wel, die dude is een pussy. Hij rent naar boven. But do I care? Ik heb nog een golden notch, dus dat is wel heel erg chill. Ik ga gewoon naar boven, jongens. Ik ga gewoon weer naar boven. Want ik had heel veel succes hierin. En laat ik daar maar weer gewoon naartoe gaan. Want ik heb toch nog een golden notch. Ik bedoel, wat ik kan doen? Ik kan naar boven. Ik kan dat dingen nemen. Ook al moet ik dat eigenlijk niet doen. Ik moet oppassen, maar hij heeft wel full diamond. Dus dat is wel heel naar. Maar ik kan hem waarschijnlijk gewoon zwaar ownen. Dus dat is super chill. Moet wel voorzichtig naar boven. Heel relaxed naar boven. Even kijken waar die zit. Hij zit eigenlijk ook helemaal boven. Hij is helemaal naar boven gegaan. Wel, wij gaan weer helemaal ook naar boven. Let's flipping do this. We hebben 1 golden notch nog over. Dus dat is goed. Dat is heel erg chill. Laten we die ook in onze hand houden. Zullen we dat doen? Nou, misschien niet. Laten we via deze kant gaan. Ik denk niet dat dit de beste play is. Want hij kan me hier gewoon afschieten. But hey, do we care? We don't care. Ah, hij bouwt zich ook helemaal in. Wauw. Wauw, deze dude is een pussy. Is hij naar beneden gesprongen? Wauw. There we go. Dat waren een paar mooie hits. Dus dat is wel chill. Wel, dude, ik kan deze dingen gewoon weghakken. En dan krijg jij de blokken niet. I don't care. Ik kan alles gewoon kapot maken. Zie je? Ik kan al die shit kapot maken. Zal ik gewoon naar boven gaan? Zal ik het gewoon doen? Here we go. We gaan er gewoon voor. Wow, ik heb mijn golden notch niet gegeten. Jawel, heb ik wel gedaan. Nice. Ik moet naar achter. Wow! Zie deze dude dan. Heeft hij knockback op zijn bow? Deze dude... Ah, come on. Dat is echt zo fucking lame. Holy shit. Dat is echt heel erg lame. Van, hé, ik kom naar boven. En dan gaat hij me knockbacken. Hey, come on. Wees niet zo'n super grote pussy. En deze dus ook al een pussy. Waarom rennen ze allemaal weg? Zijn ze serieus allemaal zo bang? Je kan hem niet eens hitten. Wauw. Wauw. Oké, wel, dat was... Dit is echt naar. Dit is gewoon echt heel erg naar. I'm not sure hoe dit allemaal komt. Maar ik heb een golden notch en ik ben dood. Like, what the fuck is going on? Nee, wauw. Of ik ben heel slecht of dit is gewoon heel erg kut. Tijd voor het volgende potje, boys. Alright, guys. We zijn in de volgende map. De reden waarom ik de vorige aflevering niet rustiger aandeed. Want als YouTuber zijnde moet je natuurlijk altijd tempo. Je moet blijven aanvallen. Je moet blijven actie houden. En... ja, dat is nogal soms heel erg lastig. En dan ga je zulke plays maken. Dan ben ik dood. Maar in ieder geval, dat maakt helemaal niet uit. Want wij zitten nu... Oh, damn it. We spelen op overpowered. God fucking damn it. Heel veel... Iedereen in de lobby zei van... Oh my god, doe overpowered. En je weet hoe erg ik overpowered haat. Overpowered is gewoon niet leuk voor mij. Ik haat het serieus. There we go. We kunnen... Oh jawel, we kunnen deze wel hakken. Bam. Hoppakee. Ja, nu heb ik golden notch, maar dat heeft toch helemaal geen waarde? Nu, dus iedereen heeft golden notch. Dus zometeen ga ik PvP'en
En dan heeft iedereen een golden notch. Moet je voorstellen als wij dat met PM Games deden. Dat iedereen, maar ook echt iedereen een golden notch had. Keer 2. Dan deden die PvP battles echt iets van 10 minuten, I guess. 10 fucking minuten. Nou, daar heb je toch ook geen zin in. Dan denk je toch ook uiteindelijk van, volgende. Oké, dit is sharpness. Dit is veel sterker sharpness. Dus die powerboog is ook heel erg nice. Oh ja, je moet natuurlijk niet heel erg naar de boos kijken. Dat is ook zo. Ik heb al zo lang geen overpowered meer gespeeld, jongens. Ik vind overpowered ook helemaal niks. Maar anyway, dat maakt helemaal niet uit. Want het gaat even goed een leuk potje worden, hoop ik. We hebben genoeg blokken om te bouwen. Dus dat is super chill. Deze neem ik ook maar mee. Zal ik een Fire Aspect Sword meenemen? Wel, eigenlijk moet ik het doen. Maar ik ga het niet doen. Haha. Nee, ik ga het niet doen. Ik heb een Golden Notch gehad. Dat is belangrijk. Ik heb er 3. Dus dat is ook super chill. Laten we even noemen. En even kijken of we nog betere chests kunnen vinden. Zoals deze is sterker dan die van mij. Bam. Dat is Protection 3. Dus dat is super chill. En laten we maar naar de volgende gaan, I guess. Wel, eigenlijk ook weer... Oh, there we go. Kijk, deze heb ik nodig. Punch 3, boys. Punch fucking 3. Yeah. Dat heb je nodig. Wel, ik wil dus nu daar naartoe, hè. Alleen, dat kan niet. Dat klinkt misschien heel erg raar, maar ik kan niet naar hun gaan. Dat gaat mij no way lukken. Tenzij hun mij helemaal niet zien. Maar de kans is daar heel erg klein mee dat ze me niet zien. Want ik moet naar de overkant en iedereen heeft daar een boog. Iedereen heeft daar een punchbow. Iedereen heeft daar een powerboog. Meer dan 64 arrows. Dus daarom haat ik het. En daarom vind ik het ook niet leuk. Oké, ik ga weer terug. Alsof er niks aan de hand is. Ik ben niet naar de overkant gegaan, maar ik ga even kijken wat mijn team allemaal aan het doen is. Mijn team is een beetje aan het schieten aan de overkant. Die zijn daar een beetje aan het chillen. Die proberen ons neer te schieten. Maar zoals dat heeft helemaal geen zin. Om dan te schieten. Right. Ik hoop dat deze dude naar ons komt. Misschien denkt hij echt van... Hey. Lijkt me heel erg leuk. Lijkt me heel... Oh, there we go. Boop. Als ik het was, dan zou hij mij er in één keer afschieten, right? Dan zou hij mij er in één keer afschieten. Dus dit worden weer van die useless PvP. Waarom doe ik die uit? Come on. There we go. Dat is wat ik wil. Dus we moeten hem wel met powerboog schieten. Want dan doen we natuurlijk heel veel damage. En dat is best wel heel belangrijk. Punchboog doet echt hier helemaal niks. Kijk, oh, ik schiet hem. Hij gaat dood. Die dude gaat dood. Al niet meer. Maar hij ging bijna dood. Die dude. Waarom killen we niet die dude? Guys, come on. Hij blijft maar schieten. Maar no way. Hij moet doodgaan. Dude, ik schiet met een powerboog. En die waarschijnlijk daarna schiet ook met een powerboog. Kijk, nu rent hij weg. Check hoeveel arrows hij ook in zich heeft. Hoe de fuck kan hij niet doodgaan? Hoe kan hij niet doodgaan? Heeft hij een golden... Misschien heeft hij een golden notch op. Nee, maar dat zou je dan wel zien. Qua particles. Wauw. Ik heb zoveel arrows op. Ik heb nog meer arrows, though. Dus ik heb genoeg arrows om hem te killen. Alleen, ik heb het gevoel dat hij aan het hack is. Ik heb zomaar een voorgevoel dat hij aan het hack is. We schoten met z'n allen schoten we zo vaak raak, you know. Dus, I don't know. Oh, daar is een dude. Daar is een dude. Oh, hij gaat me proberen eraf te schieten. Lukt hem niet. Dat is nice. Laten we dat ding maar in de fik gaan zetten als dat lukt. Nee, dat lukt me niet. Maar we gaan wel over naar boven. Boop. Bam, 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 bam. Hij heeft denk ik een golden notch genomen. Right. Waar is deze dude? Hij is gone. Ah, hij is weggeenderpult. Oké. Wel, oh, hij is daar. Hoppakee. Ik heb een pushboog. Hè? Oh nee, ik schoot met mijn power. Oké, dan begrijp ik. Ik schoot met mijn power, jongens. Hey, Duncan zat op de server. Dat is wel grappig. There we go. Wacht, ging hij via daaronder? Oh nee, dat zijn ze in de mines. Wauw, die dude is dood. Wel, get wrecked. There we go. Ons team trouwens staat er niet goed voor. Ons team... Wow, die is ook weer wrecked. Wel, dat gaat ook heel erg nice. En dat staat in de fik. Kijk, dat is wat je wil hebben. Dingen in de fik gaan. Want dan kunnen ze... Oh, wacht, daar staat gewoon een dude. Met zonder chestplate. Wel, die is wrecked. Ja, als je zonder chestplate gaat aanvallen, dan kom je niet echt ver, nee. Ah, die schoot me neer. Maar dat boeit ook echt helemaal niks. Want ja, ik heb 2 stack arrows. Dus hoppakee, there we go. Hoppakee. En laten we hier naar boven gaan en hun proberen te killen. Ik schiet met mijn knockback boog. Dat was niet de bedoeling. Ik weet niet waarom ze schieten. Hun ook niet schieten met knockback boog. Kijk, ze pushen me back. Maar heeft dat nou echt veel zin? Niet echt. We gaan even naar de andere kant kijken.
Kijken hoe het met ons buur gaat. Misschien kunnen we wel daar naartoe rushen. Laten we dat maar gewoon doen. We gaan gewoon rushen. We gaan dit proberen. Daar zijn ze enorm hard aan het vechten, jongens. Maar dan komen ze naar buiten. Dan denk ik echt van, yay, 17. Maar dan kom ik naar beneden en kill ik iedereen. Zo zie ik het. Well, there you go. Get wrecked. Waarom gaan ze allemaal niet dood? Oh, die dude heeft een... Oh, ik heb hem gekillt tijdens hij dan Golden Notch Apple aan het eten is. Dat is ook echt heel erg grappig. What's going on? I don't know what's going on, maar ik kill deze dude, dus dat is wel belangrijk. Ik heb nog 5 seconden regen, dus ik eet weer een Golden Apple. Dat heb ik nodig. En ik blijf gewoon hier zitten. Oh, there you go. Die dude is dood. Ik ga waarschijnlijk nu ook dood. There we go. Kijk, dat is wat ik moet doen. Dat heb ik nodig. Hij eet een Golden Notch. Ik heb nog steeds een Golden Notch over, dus... I don't care. Ik kan hem beter dan zo doen. Zo schieten. Ah, gewoon chillax, you know. Gewoon chillaxen. Ik moet gewoon even die goede angle hebben. En dan kan ik hem wel gewoon hitten. Dus dat is easy. Nu moet ik een Golden Notch Apple nemen. En nu kan ik hem killen. There we go. Get wrecked. Ik word door 2 kanten gekilled. Dus dat is ook echt heel erg fijn natuurlijk. Als er een gangbang hier is, you know. Een chille gangbang. Ja, no way dat ik dit kan halen. Ze zijn aan het teamen. Dat is lastig. Maar ik kan het wel echt enorm veel damage op hem doen. Dat is ook echt grof. What's going on? I don't know what's going on. I don't know what's going on, guys. I don't know what's going on. Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Ik ga er waarschijnlijk afvallen. Ik ga er waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk afvallen. Ik kan no way dat ik dit gewoon kan lukken. Hey, fucking go. Ik heb wel echt heel veel van een team gekilled. Right, guys. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze aflevering. Als je het leuk vond, geef dan niet op blauw duimpje klikken. Check jullie de volgende keer weer, jongens. En ik zeg peace.